We hebben net het 100 dagen voor het EK-moment gehad. Dus ik denk dat het nu steeds meer gaat leven. Ook met deze oefeninterland. En ja, straks ook allerlei activiteiten in de regio. De opening van de fanzone bij de IJsselkade. Ja, ik denk dat het steeds meer gaat leven. Hoe is het om vanavond in je eigen stadion te spelen? Ja, ik denk wel een unieke ervaring om hier te spelen met de Oranje Leeuwinnen. Ik heb al in de Goalsvest in de Arena gespeeld. Maar Doetinchem is toch een soort van in mijn achtertuin. Dus dan geeft het toch iets meer speciaal gevoel. Dus daarom vind ik het gewoon heel uniek dat ik hier mag spelen en mag staan. Is de bondscoach er ook een beetje gevoelig voor? Ik hoop het. Ja, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Ik hoop dat ik wat minuutjes mag maken op de Vijverberg. Het is toch wel ja, ik kwam hier als klein meisje kwam ik hier op de fiets naar de Vijverberg voor de Graafschap. Dus ik hoop dat ik hier op het veld zou mogen spelen in het oranje. Leeft het eigenlijk al een beetje in de Achterhoek? Proef je dat om je heen? Ja, ik heb het gevoel dat steeds meer mensen het ook weten. En ja, ook weer met die aankomende interland, dat mensen zich wel gaan beseffen dat het hier komt. Dus ik merk wel dat het steeds meer gaat leven, ja. Ja, ik denk dat het een mooie kans is voor Doetinchem om te laten zien dat ze echt een sportstad zijn. Ja, dat een uniek evenement is waar zij onderdeel van uit kunnen maken. En ja, dat er iets heel moois kan gaan gebeuren deze zomer. Het is laagdrempelig, je kunt er met teams heen, met je familie. En ik hoop dat het meidenvoetbal in de Achterhoek er ook een boost van krijgt. Doordat ze kunnen zien dat je hier als meisje ja, ook je ding kan doen en lekker kan voetballen. En dat het niet alleen meer voor mannen is in de Achterhoek, maar ook voor meiden en vrouwen. Ik ben ambassadrice voor de stad Doetinchem. Dus ik hoop dat ik jonge meisjes kan inspireren om ook op voetbal te gaan. Of een voorbeeld kan zijn om zij ook hun droom kunnen waarmaken. Een aantal wedstrijden hier natuurlijk in de groepsfase. Maar ja, wat hoop je eigenlijk dat er hier gaat gebeuren in het stadion? Ja, ik hoop natuurlijk dat Nederland eerste wordt in de pool. En dat ze hier de kwartfinale tegen Duitsland spelen. Want dan wordt het hier een absoluut gekkenhuis. Dus dat is mijn stiekem droom wel, dat gaat gebeuren. Ik hoop dat het nog meer gaat leven en dat heel Doetinchem achter ons gaat staan.